Goedemorgen, deze vroege morgen. De recreant hier weer. Deze ochtend zijn we vroeg op pad, want er staat wat leuks op het menu. Er was namelijk een jongen die ik wel ken via zijn Facebookgroepen waar hij lid van is en waar hij zijn avonturen deelt. En ik deed een oproep van mensen, ik ga zondag een rondje lopen in de Wieden. Het Nationaal Park de Wieden. Nou, ik denk dat is vlak bij ons. Dat is toch leuk? Hij zegt, wie sluit er aan? Dus wie gaat met mij een rondje lopen door de Wieden? We starten vroeg, zegt hij. 7:00. Nou, dat vind ik een heel leuk idee. Dus, ik zei de gek. Wij gaan aansluiten bij deze man. En die man heet Michel. Hij zou verderop staan te wachten in een groene bus, had hij het over. Niet te missen. En omdat het eigenlijk hier maar het startpunt, hier maar een kleine 6 kilometer vandaan is, denk ik, ik ga er lekker lopend heen. Een soort voorafje. De temperatuur is een beetje drukkend. Een beetje benauwd, vochtig. Maar, zoals altijd, mag de pret niet drukken. Ik loop vandaag op mijn ATR 6 van Hoka. Oldtrainschoen. Want nu lopen we op de straat in en straks lopen we de natuur in. Wie weet wat we daar allemaal tegenkomen. Ik niet. Het is voor mij nieuw. Ik wist dat het er was. Maar ik ben benieuwd wat Michel, mij en misschien wel anderen die ook hebben aangezegd mee te lopen. Ons deze ochtend laten zien. Ik wens jullie alvast weer veel kijkplezier. Is, dan moet ik deze weg in, de Kooiweg, en dan moet ik Michel treffen. Hij belde net, hij komt ietsjes later, want hij kon niet met de auto wegkomen, maar hij komt dus nu op de fiets. Dus ik moet niet zoeken naar de groene bus, maar naar zo op de fiets. Dit is de Kooiweg, dus ik ga die kant op.
We'll be right back.
echt hier een heel leuk rondje getrild. Echt mooi gebied. We hebben reeën gezien. En die had ik hier twee keer eerder gezien in Ijveen omstreken. Nu hebben we voor mij al een stuk of zes gezien. Dus echt, echt mooi natuur. Leuke omgeving. En leuke mensen. Zoals treden. Weet je wat het zijn. Weet je met elkaar kletsen. Mekaars verhalen horen. Maar goed. Zij zijn de andere kant op. En gaan we naar huis. Ik ga ook naar huis. Alleen ik loop nog een stukje om. Nog een kleine 2 kilometer, dan ben ik weer terug op mijn startpunt. Dan hebben we een kleine 20 kilometer gelopen en dat is erg lekker voor de zondagochtend. Met daarin een mooie trail en door de wieden. Dat is echt een mooi pad, leuk. Dat ga ik zeker nog vaker doen. Misschien ook wel wandelen. Maar voor nu. Over een 1,5 kilometer zit mijn loopje erop. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de beelden van onderweg. En dan zeg ik alleen maar: blijf gezond. Blijf fit. Tot de volgende keer.